het heel veel en soms vind ik het heel lastig. 30 minuutjes sturven leverde ruim 15 lesauto's op de burgemeester Bouwmanlaan in Overschie. In 2010 sprak RTV Rijnmond met Ed Westra van D66 die de overlast van lesauto's wilde aanpakken. Als lesauto's in de spits de burgemeester Bouwmanlaan zouden mijden, zou dat al een hele verbetering zijn. Je zou ook met rijschoolhouders af kunnen spreken dat men elders les dan alleen in Overschie. Gelukkig is het toen wel op de politieke agenda gezet en hebben we afspraken kunnen maken met de rijschoolhouders, zodat de overlast een beetje gespreid wordt. Wat dat de minderijen bedoel jij? Nou, dat dacht ik niet. Waarom is dat lastig? Omdat je soms achter 4, 5 auto's tegelijk rijdt. En je dus deze hele lange weg geen mogelijkheid hebt om ze te passeren of te ontwijken. Maar ik kom uit Schiebroek en daar is het ook erg. Okay. Maar u heeft er geen last van? Nee, dan rij ik wat rustiger. Oké. Okay. Ja, en dat is ook verbeterd, want die mensen rijden ook rustig, die moeten het ergens leren. Hey, kijk, en toevallig, hier is het rustig en daarom komen ze hier. Dus voor mij mag het. Nu zo'n 8 jaar later blijken er nog erg veel lesauto's te rijden. Volgens Westra is er wel degelijk een verschil. Ik weet zeker dat als je 10 jaar geleden geteld had, dat het vijfvoudige had geweest. Dus dat is een flinke stap vooruit. En 10 jaar geleden wilden ze het verminderen. Is dat gelukt? In mijn beleving niet. Volgens mij moet het eerder meer dan minder geworden zijn. Ja. Het is een beetje overdreven, hè? Zoveel dat er rijden. Ongelooflijk, joh. Heeft u er last van? Nou ja, als ik er last van had, dan stak ik ze in brand.